En hij is, dat is wel duidelijk. En hij is natuurlijk ook wel zo ervaren inmiddels dat hij denk ik ook wel weet hoe hij hoe zijn eigen rol is. Want nu heeft hij met Penders eigenlijk een hoofdtrainer naast hem. Ja, dus ik neem aan dat hij ook gewoon veel doet en veel mag doen. Bij Twente was dat ook al het geval, hè? Dat de assistenttrainers van Dinteren bijvoorbeeld, hè? Dat hij veel mocht doen. Maar die zit nu ook bij Utrecht, hè? Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook een kwaliteit van een trainer. Waar je op het begin heb ik het idee dat je als trainer alles zelf wil doen. Dat is mijn gedachte. Dat zou ik in ieder geval wel hebben, maar... En nu heeft hij denk ik precies in de gaten, weet hij hoe je dat aan moet sturen. Ja, en weet hij denk ik ook wel hoe je een groep inmiddels zo kan krijgen dat ze... En waarom worden Arne Slot, Erik ten Hag en Mauri Steijn en in het verleden Peter Bos dan wel van een subtopper door een topclub aangetrokken? En waarom gebeurt dat bij Ron Jans maar niet? Terwijl zijn resultaten altijd goed zijn. Bijna altijd. Ja, dat is gek. Aan de andere kant... Komt dat dan zou ook? Het ook met leeftijd of met... Komt dat dan ook omdat... Dat ik denk dat Arne Slot en Erik die geven tactische verhandelingen. Is het misschien het te opa sentiment? De lieve. Nou, dat bedoel is ik. Dat dus misschien de leeftijd. Zou dat kunnen? Zou kunnen, leeftijd. Ja, ik weet het niet. Maar echt veel prijzen. Met PEC ook de beker gewonnen. Hè? Echt veel. Ja. Echt veel. Hij presteert altijd goed. Groningen bijna Champions League gehaald. Ja. Ja. Twente, toen hij kwam, stelde het niks voor. Of nou ja, in ieder geval de prestaties waren in ieder geval niet goed. En, misschien zijn wij niet de aangewezen persoon om dat te duiden. Misschien zou je dat eerder aan een technisch directeur... Weet je wel, als ze hier een keer met Goedemorgen zitten... Dat je Willem Jansen zit er zondag. Ik ben benieuwd hoe hij... Precies. Natuurlijk ook een van de assistenten. Ja. Ja, en dit is natuurlijk ook iemand die tactisch sterk is. En dus ik denk ook dat dat gewoon... Ja, dat die staf ook gewoon goed in elkaar zit. En dat was bij Twente ook. En ik denk dat hij dat ook gewoon goed voor elkaar heeft, Jans. Ja, want als je naar over, misschien dat kijkt naar overperformers. Nou ja, misschien valt Ron Jans ook wel in die categorie. Ja, maar ik heb het idee dat Ajax volgend jaar niet voor zo'n soort trainer gaat. Nee. Dat idee heb ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar misschien niet helemaal terecht is richting Ron Jans. Ja, maar het intrigeert mij toch een klein beetje dat er nooit de top voor Ron Jans gaat. Het is vreemd. Alleen, wat de specifieke reden is... Kijk, wij zijn nu ook een beetje in het donker aan het gissen. Ja. Of het nou leeftijd, opa gevoel. Nou ja, omdat hij ook... ik vind hem in zijn interviews is hij ook heel erg met zijn spelers. Heel betrokken, heel... volgens mij wil die ook heel lief gevonden worden. En ik denk dat topclubs denken van... Ja, daar zitten we niet op te wachten. Wij willen ook gewoon een prestatie... Hij geeft niet heel vaak uitgebreide tactische verhandelingen. Zeg maar. Ten Hag en Slot die kunnen echt diep ingaan op druk zetten of aanvalspel. Ja. Ik zeg maar wat. Ja. Slot meer dan Ten Hag. In principe, zolang de spelers weten en zoals hij... FC Twente, met name toen met Tjerni en hoe heet hij aan de linkerkant? Misidjan liet spelen. Dat valse druk zetten, dat vond ik prachtig om te zien. Dus hij kan dat wel overbrengen aan zijn spelers. En hij heeft minder de behoefte om het over te brengen aan ons. Waar misschien een Slot... En altijd met verschillende assistenten gedaan. Dus het is ook niet zo dat hij altijd afhankelijk is van één goede assistent of iets dergelijks. Nee. Dus goed. We gaan het zondag aan Willem Jansen vragen. En 2 weken later zit hij er zelf. Dus we gaan het allemaal weten. Horen de komende dagen. Kan hij nog wel komen?